Maar Lies, vandaag heb jij net de kuur op muziek gereden in de wereldbekerfinale in Göteborg. Het ging heel goed, hè? Het ging heel goed. En Miciano was goed geconcentreerd, heel goed bij de les. En met dat wat we eergisteren hadden meegemaakt, was dat natuurlijk ook het doel van vandaag. En daar zijn we heel goed in geslaagd. En daarnaast had ik ook toch ook echt een fijne kuur. Ik heb gewoon heel fijn kunnen rijden. Dus ik ga met een heel goed gevoel naar huis. Vanmorgen heb je in alle vroegte weer eens kunnen trainen. En eindelijk was de dressuurbaan, heb ik begrepen, zoals die behoorde te zijn. Ja, gelukkig wel. En ook hadden ze de groep opgedeeld in kleinere groepjes, zodat we met z'n vijf in de baan zaten in plaats van met de hele groep. Dat scheelde ook enorm. Echt wat lijnen van mijn proef door kunnen rijden. En dat, ik weet zeker dat dat enorm geholpen heeft om het vertrouwen gewoon weer helemaal terug te winnen. Dus je ging vanmiddag met vertrouwen hier in Göteborg de ring binnen? Ja, zeker. Ja, ik had er echt goed gevoel over. Oké. Hey, dankjewel. Jacob Meddersen, Paardensport TV, KNHS.